Niet, je lust helemaal niet ijsjes. Lust je wel ijsjes? Oh, ik denk jij lust geen ijsjes. Nee, maar. Ja, inderdaad, denk maar. Denk maar dat ik geen ijsjes lust. Ja, daar is die. Oh, er is iemand heel vlot. Er zijn drie heel vlot. Goedenavond. Oh, maar staat mijn camera weer aan? Even kijken, die moet weer iets omhoog. Zo. Oeh. Nou worden we met z'n allen even misselijk. Beeldgetallen kant op. Zo, goedenavond Melanie. Nou, nog een klein beetje scheef. Nou, is het een jammer. Run, hoezo, ren? Kijk, ze allemaal gluren. Oh, ren gaat er weer af. Er wordt niet gerend. Zag je dat? Zit er eentje hier mee te kijken. Die denkt ren, hè? Huh? Oké, die was grappig. Hey, Trusseltje, zorg je dat je wel even uitgeslapen bent morgen en even opmaken? Want ja, morgen moet je wel live natuurlijk, hè? Want jij gaat live loodjes trekken, toch? Ja, Ja. wassen, tanden poetsen, haren doen en bang. Klaar. Ga je niet je eigen opmaken, Nooit. haren in de knoop? Nee. Niet? Echt niet? Oh, nou. Ga ik morgenochtend douchen? Lieve, niemand ruikt je hoor. Een kusje. Ik rem mezelf Gekkaas. toch inderdaad. We moeten nog even kijken. Hoe laat? Uur of 12, denk ik, hè? Dan heb je pauze. En dan schoppen we Enzio naar boven, want Enzio mag er niet bij zijn. Ja. Ik ben voor de eigen deelnemer. Nee, echt niet, echt niet. Eigen deelnemer. Hoi. Nou, het is rustig op de chat, Mel. Je bent alleen vandaag. Dankjewel. Even kusje pikken. Ja, je hebt een koude neus. Of loopt mijn chat gewoon niet? Gok je in de tweede? Nou, de mensen komen binnen en de mensen gaan weer. Ja, zie je wel, mijn chat op de computer loopt niet. Oh nee, die loopt wel. Doretta kijkt. Hallo Doretta. Staat de zwaai? Oh, kijk, zie je? Nou staat ze daar. Ja, nou komt ze door. Ik ben momenteel offline. Oh, wacht even. Wat gebeurt er? Even kijken. Mijn chat loopt achter. Ja, mijn computer geeft aan dat ik offline was. En nu ben ik dus weer online. Oké. En volgens mij liep het mijn telefoon gewoon door. Dus, nee, en ik ben weer offline. Nou, moe. Nee, maar ik ben Mijn nog niet. computer zegt, mijn internetverbinding is offline. En nou was die hersteld, terwijl die hier gewoon doorloopt. Oké, wacht even. Ja, Even zie je, kijken. Melanie zegt ook, je bent gewoon online. En nou ben ik weer offline. Internet staat aan. Oh. Ja, hier knippert ook gewoon internet, hoor. Wacht even. Nou, dat is raar. Kijk, nou is je weer hersteld. Wacht even. Oké, wat ga je doen? Ik ga proberen voor je Hi Ingrid, hi Jetty. En Dorette kan me gewoon zien. Nou, zolang je mijn tafel ziet, is het goed. Mijn handen zijn hier een beetje schoon. Ik ben bezig geweest. Doei. Doei mop. Die zijn redelijk schoon. Ik ben lekker aan het krummelen. Kijk, de lijm zit er nog op. Daar kijken we gewoon doorheen. En dat jullie de rest niet zien, is niet zo heel erg. Hoi Lara, goedenavond. Ja, ik weet het niet. Mijn Leppie die is denk ik langzaam aan het hemelen. En dat hoop ik eigenlijk niet. Dus nou, het is half. Zullen wij gewoon gaan beginnen? Hey Ingrid, ik dacht dat jij moest werken vandaag. Jij bent er wel vandaag. Ik denk, nou, ik zal je maar niet appen. Want dat was ik wel eigenlijk van plan. Ik denk, dan stoor ik je misschien. Goed, het is half, we gaan gewoon beginnen. Nou, kijken of ik nou iets minder kan kletsen. Ja, Willemien is er wel als het goed is. En mijn computer is weer offline.
En hij is weer online. En hij staat naar, nou ja, belachelijk. Oké, mijn telefoon loopt gewoon door. Mocht het echt niet goed lopen, geef even een geel. Ik weet nog niet waar ik dat zie, maar... Vandaag, pagina nummer 7. Vrijdag, zaterdag en zondag moet je werken. Oké, top. Pagina nummer 7. En dat was een hele dikke. Dit waren 3 pockets bovenop elkaar, die gevuld worden. We hadden hier ook een flap waarvan ik nog niet weet, gaan we deze nou vastplakken erop? Of gaan we hem met een magneet doen? Ik denk toch het laatste, hè, dat hij eraf kan met het magneetje. Misschien tot het magneetje hier zetten. Hier hadden wij een bellyband. Hier komt nog een charm als een stopper. Dan gaat hij open. Dit wordt een grote pagina. Dit wordt een kanten pocket. Ik heb het erop geschreven, hoor, want anders wist ik het niet. Ja. Oh, jij zoekt niks. Oké. En dit worden 2 pockets. En dan hebben we aan deze kant, dit is de achterkant. En dan hebben we hier ook nog onze basisflappen. En daar gaan we mee beginnen. Ik heb hier al pagina 1 en 2. Nee, dat staat nu goed. Pagina, wat zei je? Dit is goed. Staat hier raar ook goed? Ik denk online dus. Ik denk dat gewoon mijn kabeltje ook een klein beetje dood aan het gaan is. En anders kijken op wifi of dat binnenkort beter is. Goed, pagina 1 en 2, basis. Ik had die net al gesneden, omdat we best wel veel moeten doen. Ik had gewoon in de planning, net als eigenlijk bij die andere, basis. En dan met de vergroting van 13 bij 18. En die had ik ook al gesneden, 13,5 bij 18,5. En dan wou ik er 1 aan de bovenkant doen, met de streep hieronder. En eentje aan de onderkant met de zilveren streep erboven. Nou, hoe simpel, maar dat maakt niet uit. Hé hey Marijke, goedenavond. Je bent er weer even. En Christa, goedenavond. Renate, sorry, ik had je wel gezien. Goedenavond. Gezellig jongens, ik had er ook echt heel veel zin in weer. En het gaat nu zo hard met het album. Ik probeer al 2 dagen een filmpje op te nemen voor komende zaterdag. Maar ja, wat ik al zei, hè. Ik heb die kids thuis en ik ben Enzo echt aan het drillen momenteel. Heel zielig, hoor. Hij moet echt heel veel maken bij mij. Moet hij op school ook. En bij mij denk ik nog wel 2 keer zoveel. Zijn meisje is ook echt super blij. Nou ja, al was hij dat niet, had hij pech. Goedenavond, Jesse. Maar ja. Dan wordt voor mij het filmen heel lastig. Dus ik denk, nou ja, donderdag, dan ga ik toch sowieso weinig doen met school. Omdat ik dan even een paar uurtjes ziekenhuis heb. En dan ga ik denk ik daarna toch even opnemen. Dan gaat de meester hem maar bellen. Ik heb niet voor niks een computer hoeven meenemen, toch? Oké, dat is 1. Oh, dan gaat een hond, wordt niet goed. Het is toch wel moeilijk om niet zo te kletsen. Hebben jullie wel eens een bullet journal gemaakt? Van de week gehoord dat het restaurant op woensdag dicht is en blijft ook van de zomer. Huh? Van de zomer dicht? Vind je dat leuk? Vind je het op zich wel fijn natuurlijk alleen afhaal? Dat kan ook. Ik ben bezig met een journal maken. Nou, daar ben ik dus al een paar dagen bezig geweest met thee.
een hele sterke thee zetten en koffie zetten en papieren kleuren. En vandaag was ik zowaar achter mijn naaimachine gekropen om van vellum, die ik ook inmiddels gekleurd had, en van kanten op te naaien en pockets te maken. Eén dag van de week gesloten, 6 open. Nou, bedankt, dat vind ik behoorlijk wat. Oké, alles gaat gewoon prima open en dicht. Ik zie namelijk dat die iets scheef loopt en ik denk dat dat meer een rilprobleem is. Als ik het zo kijk, want hij heeft natuurlijk een dubbele of een brede rug. Als ik zo kijk, denk ik dat het eerder een rilprobleempje is geweest dan een scheefplakprobleempje. Nou kan ik zeggen, ik ga hier ook een bruin randje toevoegen met de pons. Maar als ik dat ga doen, en deze kant uiteraard ook, wordt die hier heel erg dicht. En dan sluit die niet mooi meer. Dus ik ga dat niet doen, we nemen dat gewoon voor lief. Ja, op woensdag kom je altijd naar mij, dus het is alleen maar goed. Je hoort me niet klagen, want ik vind het alleen een rare dag. Nee, ik ben echt met de hand een bullet journal aan het maken. Of eigenlijk een bullet. Stomme lijn. Het is eigenlijk gewoon een journal. Nee, een art journal doe ik ook. Want die heb ik gekocht tot nu toe nog steeds. Maar ik ben echt een journal aan het maken. Dus ook wel weer van karton, uiteraard, hè, de cover. En dan ga ik hem ook zelf binden. En ik maak er ook een voor mijn moeder om mee te nemen op vakantie. Ik had beloofd dat ik niet zoveel zou meenemen. Goedenavond, Jolanda. En, nou ja, beloofd. Vorig jaar heb ik echt amper wat kunnen doen. Maar toch mis ik het wel. Ik heb gewoon na een paar dagen, krijg ik gewoon van die rare afkikverschijnselen. En dan moet ik gewoon wat doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem een journal mee en ik ga dus allemaal dingetjes van tevoren al maken. Paperclippies en allemaal van die dingen. Allemaal pockets en die stop ik hem helemaal vol, tot ik echt zo'n boek heb. Ik hoef alleen maar een schaar en lijm mee te nemen. Nou, voor op vakantie, ik denk dat leek me wel een leuk plan. Nee, art journalingen doe ik ook. Maar die boeken die heb ik tot nu toe gekocht. Ik heb wel een album liggen, een leeralbum liggen. En ik heb daar ook de stans voor die gaatjes te ponsen. Dus ik wil het een keertje zelf doen. Ja, dat is een bullet. Een junk journal. Dat is hem inderdaad, een junk journal. Die ben ik aan het maken. Nee, een bullet heb ik hier ook in het klein. Oh, auw. Die heb ik toen van die Nijda gekregen. Nou, daar was ik ook echt in bezig, kijk. Alleen op mijn manier. Ik was dus gewoon dingetjes schrijven. Nou, ik loop dus echt een jaar achter. En dan schreef ik echt de belangrijkste dingen in wat voor mij goed was. Dus zo zie je, ging de Ensje voor het eerst naar Jump Square, op de Jump School. En dat was dus het recietje voor 3 jaar. Nou ja, het tweede jaar is nu bijna om. Hij mag hem eindelijk afmaken. Dus dat is de bonze dat hij dus echt een vogeltje nog een keer kan. Dus echt de belangrijkste dingen. Nou, dat had ik dus hier ook samen opgeschreven nog. Maar helaas, ik ben niet verder gegaan. Ik ben heel slecht in agendas. Dat soort dingen bijhouden. De enige agenda die ik bijhoud, dat is mijn agenda in mijn telefoon. Ja, heel zwak. Maar dat hoe noem je zo'n ding? Een dagboek, daar ben ik ook helemaal geen kei in. Ik heb dat toen gedaan toen Mitchell, nou wat was ik, 6 weken? Was hij zoiets? Toen heb ik hem bijgehouden. Ik ben op zoek naar mijn potlood. Vroeger had ik er een rode, ja. Totdat hij een jaar was, of vanaf zijn geboorte, totdat hij een jaar was, ik weet het niet eens. En toen ben ik er ook mee gestopt. Ik heb ook echt zo'n pak liggen uitgeprint. Maar ik kan dat gewoon niet. Ja, nou dat. Dus ik wil dus nu een journal, junk journal maken. Daar ben ik dan mee bezig. En die is dan puur om daar de vakantie in te schrijven. Dingen van de vakantie en bordetjes en... Nou ja, ik hoorde mijn moeder al zeggen van ik wil heel graag naar Rituals en dat vind ik zo'n straf. Ik zou tegen zo'n, ik moet shampoo hebben van dat merk en ik moet nog scrub hebben van die. En nou ja, oké, bonnetjes erbij schrijven, brochures meenemen, knippen, plakken. Weet je wel, gewoon een beetje een
ouderwets plakboek. Kom er niet eens uit. Nou, dat leek me wel leuk. En aangezien mijn moeder al heel lang niets meer aan een papierhobby doet, die heeft toen alles aan mij gegeven. Niet dat ik dat een heel erg straf vond, hè. Maar dat, ja, ze is alleen maar aan de diamond painting. Kom op, ga eens even wat nuttig doen met je tijd en doe het. Zorg voor vieze vingers. Nou, daar houdt ze sowieso wel niet van. Een lijm aan de vingers. Ik kan er geen genoeg voor krijgen. Dus, misschien vindt ze het leuk. Ja, ze kan natuurlijk moeilijk de diamond painting mee gaan zitten nemen. Gaat er stormen en in één keer spontaan buiten waar je de steentjes over het grasveld. Dan denk ik wel dat ik gigantisch in de scheur lig. Maar ik denk niet dat zij er heel vrolijk van wordt. Ja, of misschien achteraf wel. Ik zie het al helemaal voor me. Ligt ze op de grond te kruipen, al die steentjes door het gras heen. Maar, oh, heel gemeen. Dan zit hij helemaal happy te zijn in mijn uppie. Hi Marja, goedenavond. Hi Patrice, goedenavond. Dus ja, nou dat. Dus daar zijn we nu mee bezig. Althans, niet nu. Maar overdag ook nog. En ik wil toch echt een keer aan mijn spiegel beginnen. En ik sta te popelen om weer een keer een mixed media te maken. En... vreselijk, hè? Om zoveel leuke dingen te kunnen doen. Oké, de basis. Dat is één. Dan ga ik meteen door naar de volgende. En dan heb ik al neergezet een paginaatje nummer 3. Want ik heb alvast een kaartje gemeten en gesneden. Je moet hier al rekening houden met... Dat ik even de dop op de lijm doe, want hij werkt al niet zo heel tof. Goedenavond Corine. Oh, leuk jongens, gezellig. En waar we rekening mee gaan houden, ik ga even mijn prikpen pakken. En dan ga ik staan, want dan weet ik of het goed te zien is. Nee, dat dacht ik al. Oké, let op. We hebben bij deze, even mijn licht erop schijnen, hier, een hele brede rug. Dat moet wel, want het is ook een ontzettend brede pagina. En die heeft verschillende rillijnen. Nu moet je dus, als je het papier hier tussen gaat doen, zorgen dat die voor deze rillijn blijft. Doe je dat niet... dan gaat hij gigantisch in de knoop zitten en dan gaat hij het papier verbuigen. Dus wij blijven voor deze rillijn. Zo. En dan zie je dus, ik was dus eigenlijk te snel, dat die hier ook te groot is. Nou, hier gaan we dus nog een stukje afhalen. Intussen valt er van alles tussenuit. Heb ik dat gezegd? Nee, blijf even lekker zitten. Goed zo, dank je. Deze ga ik ietsje smaller maken. Nou, hij hoeft er niet veel, hè? Zo. Met die randjes aan weerskanten, een beetje recht zetten. En dan gaan we nog even de hoeken eraf halen. Dat was niet bij jou, dat was van jou. Deze. Als je zometeen mij heel hard hoort lachen... dan zakt John door de stoel. Ik hoor allemaal rare geluiden daaronder vandaan komen. Nou, en dan denk ik toch echt dat ik even niet meer bij kom. Hi Janneke, goedenavond. En deze komt hier zo op. En dan hadden wij dit kaartje erbij. Nou, dan stonden we in dubio bij de basisfilmpje, bij het basisfilmpje. Ga ik hem erop plakken. Dus doen wij dit. Uiteraard gaan we die aankleden. Of doen wij dit. Dat houdt in dat we hem eraf kunnen halen. Nou denk ik persoonlijk dat het leukste is. Als je dit eraf kan halen, dan wordt die weer wat interactiever. Dus, wat gaan we doen? Ik haal jullie even... Oh, niet te hard slaan. Nou, twee keer. Ik wil zeggen, want dan breken ze. Ik had hem hier al een beetje afgetekend, zodat ik wist wat waar moest. Ik ga hier al
Zal ik hem aan de hoek zetten? Maar ja, dan kun je hem ook nog scheef zetten als je dat leuk vindt. Zet ik hem gewoon, ik zet hem gewoon een beetje in het midden. Daar. Eén, twee, drie, plak. Zo. Tape je overheen en dan kan hij geen kant meer op. En datzelfde gaan wij natuurlijk daar doen. Dus wat doen wij weer? We plakken weer een tapeje contra erop. Dus hij ligt er eigenlijk op. Met een magneetje. En dan plakken we hem op de pagina. Wel recht zetten. Hoeft niet helemaal recht, want je ziet er toch niks van. Zo hem aanwrijven. Zit het andere magneetje hierop. Kijk. Dat is wat wij willen. Dan plakken we de roze eroverheen. Dan is dat magneetje al weggewerkt. We zijn al met 25, jongens. Wat leuk. Oh, als we de dop eraf halen, komt er ook nog lijm uit. Zie je, ik raak meteen helemaal van mijn apropos. Nou, wat gaan wij doen met Pinksteren, dames? Hebben jullie plannen? Het weer wordt bagger, wat het tot nu toe is. Waarom vragen we dat? We wisten niet wat jullie wilden, want zondag, eerste Pinksterdag, is er uiteraard ook een live. En ja, als jullie zeggen met z'n allen allemaal gezellig lekker weggaan, ja, dan heb het weinig nut, zie ik hier in Meupie. Dus vandaar mijn vraag, wat zijn jullie plannen met Pinksteren? Zo. Die doet het gewoon nog steeds. Nou, hier ga ik wel wat overheen doen, dat is logisch. Deze dus plakken we weer daar vast. Oké, dat is de basispagina. Jullie blijven thuis en Jolanda heeft geen plannen. Even kijken hoor, ik heb de magneten via jouw link besteld. Nog niet binnen, nog niet. Staat dan een week of twee dat hij bij de lokale bezorger... Oh, daar ligt hij bij de douane. Klopt, dan ben ik achteraan gegaan toen. Maar dan is hij op Schiphol bij de douane. En dan heb ik dus laatste keer gehad bij iets van Serenity, de handschoenen van Serenity. Die hebben er ruim een maand gelegen. Heel erg blij word je ervan. Dorette is een paar dagen weg. Heerlijk. Echt. Eerste Pinksterdag werken. Oh, dat is minder. En de tweede ook. Nou, dat is helemaal niet leuk. En Marijke gaat naar de camping. Ga ik mee naar de camping, Marijke? Of niet? En zondag ben je waarschijnlijk niet op tijd thuis. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dus ja, wij wouden niet. Lekker hè, dit Amsterdams. Wij wilden eigenlijk naar de camping rijden met de scooter. Maar ja, dan vind ik het wel prettig als het erg mooi weer is. En achteraf dacht ik bij mijn eigen van... Oh, wacht even. Volgens mij rijdt Max zondag. Nou kijk ik even die kant op en... Ja, wordt er al geknikt. Dus dan zijn wij sowieso denk ik wel thuis. Ja, er wordt nog heel hard geknikt. Dus wij kijken zondag gewoon Max. Dus voor mij maakt het niet uit. En we kunnen natuurlijk op zaterdag of op maandag ook naar de camping als we willen. En jouw plek zat. Nou, ik bedoelde eigenlijk met de live mee. Oké, we moeten iets hebben voor hier aan de achterkant. Op de achtergrond van deze pagina. Nou kunnen we wat leuks doen. Kijk, dit staat natuurlijk superleuk als je hem eraf haalt. Nou, hij wordt wel steeds zwakker nu. Nou, hij pakt hem wel. Kijk, heb je hem erop zitten? Dan zie je er geen flap van. En als je hem eraf haalt, ja, dan heb je wel een mooie achterkant. Is een idee. Heb jij wat gemist? Live zondag gaat niet door. Nee, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Mijn vraag was juist wat jullie gingen doen. Of jullie plannen hadden. En of het dan wel de moeite waard was om zondag wel live te gaan of niet live te gaan. Dus ik was bij jullie aan het polsen. Kijk, maar als er van het grootste gedeelte van de groep er gewoon is...
Patricia is thuis, die zit alleen in de tuin, mits het mooi weer is. Uiteraard heb ik het eerst met Patricia overlegd. Kijk, dan kunnen we het gewoon door laten gaan. Nou, het wordt toch geen mooi weer, dus Patricia zit binnen. Ik ga deze doen. Ik vind die ook wel een keer leuk. Ik vind alleen nog steeds die zwarte rand spugen lelijk eromheen. Maar goed, oké. Dus, nou, dat. Maar ik begrijp dus... van Melanie dus, dat ik nog gewoon doorga. Oh, je bent er sowieso niet. Ga je eerst helemaal van, wat, geen lijn? Ik denk nou, oh jee, ik kom een gouden lijn, ben je er niet. Lekker dan. Nee, als je niet kan, dan kan je niet. Kijk, het is op zich natuurlijk een feestdag, hè. En het, ik heb mijn leg niet aan. Oh, vandaag. Ik denk, ik zie geen klap. Niet schrikken. Even mijn grote lampen. Nou zie ik nog niks, dus dat heeft niet echt super veel geholpen. Waar is nou toch dat ding? Oh, daar zit hij. Zie je wel, ik zit helemaal verkeerd te kijken, joh. Hij ligt hier helemaal. Ja, je ziet dus vaak dat ik hem dus even terugleg. Want dan kan ik zien waar het is gebleven. Ik heb inmiddels de kleine en de grote pet maar weer uit elkaar gehaald. Er werd mij van de week gevraagd van, ja, wat gebruik jij? Ja, grote... Zit je me nou gewoon uit te lachen? Nou. Denk een beetje om mijn leeftijd. Dan krijg je dat. Het valt op het duur niet meer op. Hè? Met Mixed Media heb je niet zoveel licht nodig. Ja, lekker helder, hè? Jullie merken dat niet. Ik merk het wel heel erg. Het is toch echt een daglichtlamp wat ik nu boven me aan heb staan. En ik heb natuurlijk deze kleine man naast me. En normaal heb ik aan de linkerkant ook nog een TL-balk aan. Maar ja, dan ga ik schrikken, want dan zie ik John de hele tijd. Dat heb ik geen zin in. Geen commentaar uit die hoek. Zo. Nou, hij is echt bijna op. Maar goed, ik begrijp dus gewoon dat we zondag live gaan. Patrice? Joep, en terug. Ja, ik vind het ook helemaal prima. Nou, dan gaan we dat doen. Oké, kijk. Het is gewoon jammer eigenlijk dat hij hier zit. Ik ga de buitenkant alleen bekleden. En ik laat de binnenkant blanco. Hier kan je dan weer op schrijven. En dan kan je dan je foto's plakken als je dat leuk vindt. Ik doe wel even mijn dopje erop. Zo. Want echt, mijn fles is bijna leeg. Dus hij moet zoveel mogelijk zakken. Oké, wat gaan we hierop maken voor leuks? Nou, eigenlijk nog helemaal niks maken. Maar wat gaan we doen? Oh, hebben we geen leuke kaarten meer? Vast wel, toch? Kijk, ik heb hier nog die kaartjes, hè. Ah, bummer. Oh.
Ja, kan wel, want er kan nog een randje af. Oké. Nou, jij. Dus eerst met roze bekleden. Ik ben bang als er zoveel tussen komt te zitten, dat mijn magneet zegt, doe het zelf maar. Juist. Nou, wat ga je nou doen? Ik kan mijn hele magneet niet meer vinden. Hier. Kijk, dan pakt hij niet. En als er eentje tussen zit. Ik heb hier ook al twee lagen en dat roze is echt niet heel dun. Dan pakt hij hem nog wel. Dus ik ga er hier één doen. En dan pak ik alleen, ik denk toch de jurk. Ik vind de jurk toch echt wel heel erg schattig. En dan, of zal ik hem in het midden doen? Of vind ik weer zo afgezaagd. Ik kan ook zeggen, ik doe hem hier en dan doe ik een dunne zilveren strip langs. Ja, oké. Ga ik eerst deze de hoeken er vanaf halen aan één kant. En we voorzien hem van inkt. Je bent nu even druk aan het pre-orderen. Oh ja, heb je toch wat gehoord? Oh, hou op, schei uit. Je maakt me nou wel heel nieuwsgierig natuurlijk, hè? En dat is die pre-orderen voor juni? Of is dat die pre-orderen voor, nou ja, eind deze maand? En dan zei ze al van, ja, je moet nog even bedenken wat je wil voor mijn verjaardag. Ja, ik wil zoveel. Hebben jullie de nieuwe vinnenbermallen gezien? Nou ja, ze zijn ook nog in pre, in pro. Hè? Zeg ik het nou goed? Ja, is ook pre-order. Pro. Lekker bezig. Oh, die zijn ook weer zo te gek. Ja, die zijn zo mooi. Eind mei, begin juni. Oh, spannend. Mag je al wat vertellen? Mag je al wat laten zien? Of eigenlijk nog gewoon helemaal niks? Ja, heb jij ze ook gezien, Marijke? Zeg goed, hè? Oh man, dat slot. Dat slot vind ik zo mooi, mega mooi. Zijn er eigenlijk gewoon, er zijn er 6 of 7. Ik vind de 4 eigenlijk het mooist. Oké, we gaan hier een stripje. Heb ik nog zilveren stripjes? Ja, maar dat is een korte. Dus ik wil een velletje. Nee, mag niks zeggen. Dus lief kijken, heb absoluut geen zin. En als je het nou tegen stiekem in je oor vertelt van je moeder, dan gaat ze het vast niet door. Ja, nou, ik kijk niet naar andere merken, maar die merken die lonken gewoon af en toe. Dat zegt ze toevallig, als je het onteten, ik neig toch steeds meer naar de periode. Dat zie je zeker wel, maar er zijn bepaalde dingen. Zoals, ik heb mijn wachtlijstje. Oh. Mijn wishlist bij de scraphut, die is toch ook wel aardig vol. Zeker nog wel, maar ja, er zitten toch ook wel molds bij van Vinnenburn. En als Patricia die mold krijgt die ik vanmorgen had te laten zien, nou, dan gaan die denk ik toch ook wel in mijn verlanglijstje. Want ze zijn toch wel heel erg leuk. Ook moeders moeten wachten. Jetty, je hebt het niet goed opgevoed. Moeders moeten altijd alles weten, dat weet je. Wij willen niet alles weten. Maar wij blijven gewoon op de hoogte. Laura, welk filmpje? En als ze blauw voor zijn ogen dicht houden. Uh-oh, belofte maakt schuld, Annemarie.
We gaan het niet doorvertellen. We schieten daar eentje in de lach. Toch, wij vertellen helemaal niks. Wij willen alleen heel graag kwijlen. Facebook filmpje van Stopperia met de nieuwe lijnen? Nee, heb ik niet gezien. Wanneer? Ik ben vanmiddag druk bezig geweest. Dus ik ben vanmiddag ook niet geweest bij de live. Ik moet hem nog terugzien. Ik vind dit wel poppig. Hoi Sylvia. Het is een meid. Hey, fijne avond meis. Het komt goed hoor, donderdag. No problem. Doei doei. Ja, joh, is altijd hetzelfde met haar. Ja, nou, straks niet. Dat wordt strakjes meteen mijn bed in. Als ik klaar ben. Maar het is dus in de live geweest van vandaag. Oh, wat erg. Die heb ik gemist. Kunnen we niet eventjes gauw even gluren tijdens de live hier ook? Want nou ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig, hè? Uurtje geleden op YouTube geüpload. Oh, Alice in Wonderland. Oh, die vind ik niet leuk. Oh, zei ik dat hardop? Ja, dat zei ik hardop. Dat zei ik tegen Patrice ook al. Ja, die had ik inderdaad wel wat van gezien. Niet een filmpje hoor. Nee, niet in de live. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb helemaal niks met Alice in Wonderland. Ik denk dat die een beetje doodgepubliceerd wordt. Iedereen heeft Alice. Waarom? Daar heb je ook een liedje van, hè? Nee, die trekt me gewoon voor gemeten. En van wie is die? Weet je dat heel toevallig ook? Ik heb trouwens die andere lijnen van Alice ook niet. Ik heb in al mijn hobbycarrière, om het zo te noemen, al die jaren dat ik nou hobby, heb ik één keer Alice gebruikt. En dat is in een Mixed Media All boek geweest. En dat was eigenlijk een fairy tale boek, een workshop van een of ander bedrijf. Ja, dat kan ik je natuurlijk niet vertellen. Waarvan ik ook leer bouwen, of heb leren bouwen. En daar was één onderdeel Alice. Nou, die heb ik dan gedaan, maar voor de rest nee. Oké, we hebben hem nu zo. Nou, super netjes. Binnenkant kun je dus op scribbelen, kun je foto plaatsen en deze blijft gewoon hangen. En dan valt de rest eronder uit. Maar dit blijft hangen. Oké. Even kijken hoor. Dit is de voorkant. Die komen uit de voorkant rollen. Ik wil de voorkant eigenlijk nog niet doen. Wat is dit? Oh, dit hoort ook nog bij de voorkant. Dat is dit. Dan gaan we hier naartoe. Hier had ik een foto. En ook dat staat allemaal in het basisfilmpje. Vandaar dat ik het ook opgeschreven had. Hier komt een foto van 13 bij 18. Dus ik heb weer een foto met van 13,5 bij 18,5. En ik had al een roze vel klaar. Met nummertje 4 erop. Kijk maar, daar staat die. En die gaat hier. En daar komt de fotomat er bovenop. Nou, ik had het juist gedaan omdat we heel veel moesten doen. Maar we gaan als een speer. Hierna heb ik niet veel meer voorbereid, dus dat scheelt.
Zo. Ook hier moet je wel weer opletten dat je niet over de vouwranden heen gaat, hè? Op de rillijnen. Oké. Okay. Daar overheen gaan we deze doen. Ik ga hem aan de bovenkant doen, zodat blijft ze netjes liggen. Doen we hier weer een stroop of doe ik het? Ik doe er twee dit keer. Ga nou goed, braaf liggen. Zo. Oké. Okay. Dan snijden we weer twee dunnere strookjes van de glitter. Eentje voor de onderkant. Eentje voor de bovenkant. Even voor de dames, die zit ik me na te bedenken, daarom was ik weer stil. Die mee hebben gedaan met de giveaway. Ik ga morgen rond 12 uur, ik moet echt zeggen rond 12 uur. Omdat ik hoop dat Serenity om 12 uur dan pauze heeft. Dus het is rond 12 uur. Gaan we dan via YouTube, ga ik dan even live. Voor de trekking van de voor het boek. Dus niet op de groep, niet bij mijn Facebook, maar echt op YouTube. Dus ben je geen abonnee, zou je moeten wachten. Ik weet niet of je het anders kan zien. En ben je abonnee, dan kan je live meekijken. Dat zat ik net even te bedenken, te plekken. Ik wou hier een kant hebben. En nou had ik... Ik wilde eigenlijk een pocket maken. Maar... Ik ben even kwijt wat ik... Welke kant ik zou gebruiken. Want dit is lastig vast te maken. Wat ik zou kunnen doen. Dat is het kantlijmen op acrylaat. Ik denk dat dat een heel goed plan is. Ik weet het eigenlijk wel heel zeker. Oh, dit is... Nee, dit is te grof. Dit is anders. Dit is te klein. Ik denk dat dat een heel goed plan is. Dit is het ook niet. Oké. En dat wordt wel een dingetje. Even zoeken of ik het überhaupt nog heb voordat ik al loop te roepen.
geen idee of Patricia dat verkoopt. Patrice, verkoop jij acrylaat? Aceteet. Sorry, dit hebben we geen acrylaat. Het is weer heel wat anders. Aceteet. En deze is van geen flauw idee. jjproduct.nl. Ik weet niet eens hoe ik hier aankom. Dit heb ik echt volgens mij al vanuit het jaar 0 of zo. Maar toch vind ik het wel heel fijn. Oké, dit ga ik snijden op de hoogte van mijn kantwerk. Nou, dat is, laat ik het beter meten. Oh, heb je het? Nou, kijk eens aan. Patrice heb het ook. Super, dan kan ik dat eventjes in de boodschappenlijstje gezet. Vroeger had ik een meetlat hier. Een meetlat en hij is, wat is de nul hier? 3,5 inch. Dus ik ga hem ook op 3,5 snijden. Hou goed je mes vast, hè. Oh, kijk eens aan, je bent fantastisch. Stamperia, 3 vellen pak. Oké, nou, wist ik niet. Ik denk, zo te zien, is dat ook wel beter. Dit is vrij dun. Dus ik hoop dat die voor jou steviger is. Ik ga ervan uit. Stamperia al kennen, hè. Deze moet ik eigenlijk wel even aanstrepen. Is dat nou nog te zien? Nee, natuurlijk niet. Jawel. Want anders kan ik niet goed snijden. Kijk. Deze past nu exact op die pagina. Die pagina die gaat straks open. Dus hij komt hieronder. Moet hij echt exact. Ik ga hem ietsje beetje kleiner maken. Exact moet hij erop liggen. Ja, dit is, ik weet niet hoeveel gram dit is hoor. Deze is vrij dun. Deze is, ja, 100 micron. Dus het is eigenlijk een dunne stencil. Even kijken. De Stamperia stencil is dikker. Oké, deze komt dan hier. Hierop. Maar ik wil de kant op hebben. Wat ga ik nu doen? Dan ga ik eerst kijken wat wil ik erop hebben. Wil ik deze in zijn geheel en dan 2 van die halve? Nog niet eens 2 halve. Of zeg ik, ik pak deze kant. En ik pak 2 hele. Ik denk dat dat mooier is. Ik pak 2 hele. Oh, wat, dat kant, dat stinkt vreselijk. Dit is trouwens de achterkant zo te zien. En dan knip ik hem hier al rechtaf. Ah, het is wel goed dat ik het weet dat ze het verkoopt. Ik heb het toen zo naar lopen zoeken. Maar ja, toen kon ik scrap het nog niet. Die Patricia, joh, die verkoopt gewoon alles. Oké, bijna alles. Heel erg veel. Zo. Ga jij nou eens even aan de kant. Ik ga jou even inklappen. Dit hele swikkie. Kijk eens even hoe die nou begint. Oh, dit moet zo. En dan moet die eroverheen. Ik doe het elke keer verkeerd. Komt er dit allemaal nog los zitten. Is helemaal niet handig. Hij is nu al dik. Ik heb zitten een tijd te bedenken hoe ik mijn bending ga doen, want ik denk dat ik er wel een inch tussen mag houden. En dan wordt hij dus echt wel heel erg dik. Oh, volgens mij is mijn lieftallige zoon te laat met naar bed gaan. Even kijken, ik heb hier een friemeltje. En ik zag het die hier al.
je hebt er geen neiging in gehad. Oké. Dit ga ik dus hierop lijmen. En als hij eenmaal zit, laat ik hem liggen. En ik denk niet dat hij over drie kwartier alweer terug is. Ja, joh. Nou ja, de winkel versinkelt, dat is nog voor mijn tijd. Tenminste, zover ik weet. Ik ken het alleen maar van naam. Maar ze hebben heel veel. De winkel versinkelt was toch vroeger een ijzerhandel? Of in ijzerwaren? Waarom zit hier dan nou weer papier in? Dat is water, ik schrik. Oké. Okay. Nou, inmiddels zal mijn flesje ook al bijna leeg zijn. Oké. Zeker weten dat hij vast zit. Nou, gaat hij. Ik hoop dat ik hem in één keer erop krijg. Want anders krijgen we misschien vlekken. Dat is iets wat we niet willen. Doos. Hoe gaan we dit doen? Nou, ik denk dat we hem zo even moeten laten liggen. En dan maar hopen. Nou, als het goed is, al die brede dingen zijn ingelijmd. Dus het moet goed komen. Ik ga hem aan de kant leggen. Ik leg hem hieronder. Help even onthouden. Hij ligt op de blauwe bloemenkrat. Dus mocht ik hem straks weer kwijt zijn... Dan weten jullie waar die ligt. Oh, serieus? En dan mocht jij niet uitkiezen uit een van die twee. Dat is ook niet veel trouwens, een mond. Twee pupjes. Oh, dat is niet leuk. En nou... Goed, die komt eraan, straks. Deze kunnen we vast doen. Nou, daar hebben we ze weer, hè, de kaartjes. Ik ga de kaartjes er even uithalen. Deze kaartjes krijgen geen magneten. Nee, die houden ze zelf. Ah, en kan je niet, wil je niet bij een andere fokker of zo? Ben je echt afhankelijk van die fokker, fokster? Want eerder tot nou, die hond weer puppies krijgt, ben je wel minimaal een jaar vinden. Denk ik. Zou ik doen. Oké, ik ga hier. Moeten twee roosters op. En daarop moeten dan de designpapier. Moet niet, maar dat wil ik.
Nou, dat past typisch weer niet zo. Ik zit even, nou ja, dan maar zo. Ik meet ze meteen allebei af. Ik moet hier ook wel even rekening houden dat ik onder, net niet natuurlijk, ik wil hieronder blijven. Ik moet hem iets smaller maken. Dat is jammer. Want anders dan krijg ik van die roze, randje, de roze randjes ernaast. Nou, dat is ook geen potje. Dat moet je ook niet willen, dus doen we het zo. Is dat zo? Zijn de collies zo, is de collie zo gewild dan? Ik dacht dat de retrievers. Wat, waarom doe je zo? Waarom doe je... Oh, zie je? Ik voelde wat we niet hoorden. Ik denk, nou, ik zit er niet in mijn album te snijden. Ik schrok. Ja, oké. Okay. Is er weer een of andere film of zo bezig met een golden retriever? Met een lassiehond of zo. Vaak heb je dat, hè? Als K9 er is, dan moet iedereen ter plekke weer een herren. Want iedereen die heeft dan weer een politiehond. Of heb je snuf, moet iedereen herren. Want ze hebben allemaal, weet je, zo stom vind ik dat. Beethoven probleem, iedereen moest de Sint-Bernard. Komt niet echt het ras tot de goede, maar oké. Okay. Goed, deze snij ik met z'n tweetjes gezellig af in één keer. Hopla. Geen film, oké. Okay. Nou, ik ga hem omdraaien. Die zet ik hier. Mijn lieftallige pompom is weer aan het snurken. En die doe ik hier. Dat ik hier ook niet gestanst heb. Hij is dit keer rechthoekig. Oh, ja, je hebt al een koerie. Oké, okay, Laila. Nice. Nice. Ik heb een Daisy. En dat is een, ja, geen flauw idee wat het is. Het is zwart en het is heel lui. Het doet niks. Het ligt de hele dag op de bank. Sterker. De bank die heb van die kussens als rugleuning, die kussens als armleuning. Of bij de armleuning, ja, de grote. En zij maakt er een poef van, want mevrouw ligt er gewoon middenop. En het slaapt de hele dag. En het is momenteel schijnzwanger. Dus geen één knuffeltje is veilig. Dat moet allemaal beide. Heel gezellig. Ze is alleen vreselijk waaks. Nou ja, dat is ook wel weer een voordeel natuurlijk. En ze is ook wel lief. Maar ja, ik heb vorig jaar, dat was zo toevallig rond mijn verjaardag ook, heb ik een hondenfotocursus aangevraagd. Ik was toen net gestopt met een mini-cursus, een kennismakingscursus. Echt superleuk. En dat was op smartphone, fotografie. Maar ja, ik denk, nou leuk. Kan ik ook doen met Daisy. Nou, denk me, moet ze gaan rennen, joh. Doe niet zo raar. Of moet ze ergens op gaan zitten. Of, nou ja, als het even kan dan, hè. Of dan moet je tussen de poten door fotograferen. Of je moet de teennaagd scherp op een foto zien te krijgen. Of, nou ja, verschillende modules. Hartstikke leuk. Maar niet voor mijn Daisy. Die ziet dat helemaal niet zitten, joh. Die ligt liefst de hele dag slapen. Die wil amper uit. Zegt ze, vanavond nog, ze wordt oud. Nu merk je het. Met bepaalde dingen merk je echt gewoon dat ze oud wordt. Als Ingrid er is ook, dan gaat ze bovenop Ingrid het liefst liggen. Fijne avond, Melanie. Oké, okay, hier ga ik dan nog twee plaatjes doen. We kunnen ook zeggen, we doen gewoon, ik pak even lukraak iets. Nou ja, typisch te groot.
zoiets aan de zijkant. Even als je dan deze, wat is het volgende wat ik in mijn handen heb? Oh, kijk. Als je dan iets van schoentjes, zo, dan wordt het weer erg roze. Dat is ook weer niet leuk. Dit zou wel hier kunnen. Moet ik hem scheef zetten. En dan alleen dit plakken, die plakken en die plakken. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat ga ik doen. Dus die, die en die. Lekker. Ik zit met mijn eigen vingers nu in de lijm. Dus de rest laat staat open. Om er nog een foto in te kunnen schuiven. Hé, hey, want dat was zeker de bedoeling. Kijk. En die kan er gewoon achter. Oké, dan wordt hij dan niet helemaal 10 bij 13. Of je doet er allemaal losse foto's. Oh, dat vind ik wel leuk. Nice. Zo. Goed, maar goed, daar hadden we het niet over. We hadden het hier over. Dus dit is eigenlijk helemaal geen goed plan. Die ga ik... Ben ik nou aan het gooien? Ja. We moeten iets hebben om hem aan te kleden. Ik heb hier nog stroken. Blommen. En een halve. Nou, dat staat wel heel erg weird. Blauwe lijnen. Het is niet zo super veel resten. Even kijken. Dit is een grote past helemaal. Dus dan kan ik die door laten lopen, zoveel mogelijk. Even kijken hoor, wat gaan we doen? Ik wil eigenlijk geen... Wil ik een tafereel? Nee, ik denk niet echt een tafereel. Hè? Music paper. Oh, dat is, er zit ook een danseres aan de achterkant. Oh dear, daar gaan we weer. Die jurk, ik vind hem toch wel heel erg gaaf. Ik ben ondertussen ook eens aan het kijken, wat gaan wij doen met de koffer. Ik vind deze ook wel heel erg spannend. Die is echt heel gaaf. Als we hem hier doen, we kunnen de rozen door laten lopen op de kleppen. Of, even kijken hoor, hadden we daar nog een... Oh nee, dat is wel deze. Alleen niet de onderkant. Even denken, wat gaan we doen? Dus blauw. Met muziekkaarten. Is je ook leuk? Piano. My piano. De piano op de vlakken. Dan kunnen we die zwarte rand eraf halen. Piano op de flappen doen en de muziekpapieren bovenuit. Oké. Dat vind ik een goeie. Dus wij gaan eerst die rand er even afhalen weer. Ik heb hier nog wat acrylaat liggen. Nee, dat is geen acrylaat. Ik weet wel wat dat is. Acrylaat, dat is een soort plexiglas. Nou ja, nou lijkt dit er wel op, maar dan wel in een super verdunde uitgave. Deze leg ik even hier neer, want dat moet ik nog erbij schrijven.
Zo. Kijk, en dan past die net niet. Nee, had ik ook niet verwacht. Moet ik hier ook roze op doen natuurlijk. Juist aan de kant. Ja, en dan dat. Ik denk dat dat wel een heel leuk plan is. Oké, gaan we doen. Hadden we hier nog deze? Passen die nu hier op? Ja en nee. Eigenlijk is hij ietsje te laag. Leuk hè, allemaal restjes. Even kijken, ik heb ook nog twee kaartjes. En die kaartjes, nou die zijn bijna even groot. Net niet, potloodje. En die gaat hier en die gaat daar. En ik hak ze wel tegelijk. Doe eens gek. Moet hij daar? Nou, kom op jongen, je bent nog niet helemaal leeg. Zo, hij is nog steeds open. Hier gaan we dus nou eerst de piano op aftekenen. Nou, die past er perfect op. We hebben hier op tuin harnissen met al die snijmachines. Even kijken hoor, daar. Dan, kijk, die past hier. Wil ik heel graag deze ietsje eronder laten lopen. Kijk, want dan loopt dat mooi weg. En met die piano maakt dat niet uit, want het witte randje van de piano komt overeen met die. Dus die wil ik gelijk laten lopen met die. En dan zet ik hier een streepje. En daar hakken we hem weer af. En dan ben ik een streepje weer kwijt. Goh, wat verrassend. Oh, ja. Dan heb ik hier nog strook. Die gaat in de bak. Kijk. Is nice, is nice. Dan die gaat hier naartoe. En dan gaat die
ga even staan. Niet gedaan natuurlijk. Ik pak daar even een andere snijmachine. Zo, zie ik ook wat meer. Oké. Strookje. Nou. Dit kan ik even breed maken. Ik ga dat andersom doen. Dat lijkt mij makkelijker. Want het komt op elkaar te liggen eigenlijk. Hè? Vind je dit eng? Doe het dan vooral niet. En dan. Nee, doe het wel goed. Oké. Dat zijn die. Die moet, hè? Ach, de motor rijdt weer voorbij. 30 kilometer zone, wat is dat? Onderkant hoeft eigenlijk niet in de inkt, want die zie je toch niet. Die komt daar. Ik zal ze meteen allemaal even inkten. Anders zit ik zo meteen weer met mijn lijm die weer niet meewerkt. Nou, onderkant hoeft er niet. Komt hij weer aan die scooter of motor? Het is het scooter. Je ziet al meteen dat witte veranderen. Nou, we zijn weer stil, dames. Oké. En dan komt het dus uiteindelijk zo. Kijk nou, hij is toch nog iets te breed. Serieus? Ietsje. Het scheelt niet veel. Even kijken, welk deel haal ik eraf? Ik haal hier dit stukje eraf. 2 mm. Oké, nog een klein beetje. Dan is die toch breder. Zo. En datzelfde moeten we aan deze kant ook doen. Alleen haal ik hem niet aan die kant eraf. Even kijken, wat zal ik doen? Ja, hij is hier een stukje open. Dus kan ik dat misschien... Nee, ik ga hem die kant eraf halen. Millimeter of 4. Ik hoop het nog gok hoor. Eentje. Ik zit vol bewondering te kijken. Ik zit te kijken, verrek. Zullen we hem ietsje hoger zetten? Jullie zeggen echt helemaal niks, hè? Ik zit gewoon helemaal buiten beeld te werken. Oké. Die hebben we ook. Nou, gaan we weer.
Nou, volgens mij is de racebaan echt geopend. Ik ben weer buiten beeld. Ja, ik sta nou en dan merk je toch nog meer dat je er snel buiten gaat. En dan gaat die open. Heb ik er nog verknipt, zie je dat? Ik stond nog in dubio om haar op de voorkant te doen. Maar ik weet het gewoon nog echt niet. Iedereen neemt eigenlijk de... Ja, die danseres zeg maar met de pose. Ja. Aangezien ik niet zoals iedereen ben, wil ik eigenlijk anders. Dus ik ben nog steeds aan het bedenken, wat gaan we doen? In ieder geval bloemen, hè, want dat zijn we aan het maken. Oké, die van mij die zit inmiddels dus in mijn kistje. Met het raampje ervoor. Dus ik moet wel weer nieuwe maken. Heel veel. Vroeger kreeg ik ook makkelijk een tapeje er vanaf. Tegenwoordig wil dat ook niet. Ah, dank u. Kijk, dan gaan we de pockets dicht doen. En dan zou die er kan hier gewoon in. En daarvoor plakken wij dus de pockets later dicht, zodat je het papier, anders moet je gaan zitten etteren om je papiertje ertussen te krijgen. En nu plak je eigenlijk de stripjes gewoon op je papier, maar het loopt netjes door, niemand die het ziet. Kijk. 1, 2, hoppakee. Ideaal noemen wij dat. Gaat een stuk makkelijker. Niet altijd heel erg moeilijk gaan zitten denken. Oké, ik kom toch weer even zitten. Ik had ik ergens drinken. Nee, ja, wel, zo. Staat normaal bij mijn overbuurman even pakken. Ja, is mooi hè. Dat is ook gewoon af. Ja, ik vind wel een belachelijke lange pagina hoor. Maar goed. Deze denk ik dat we hetzelfde moeten gaan doen als die. Zeg je nou, dat vind ik helemaal geen fluit aan. Nou, dan doe je dat lekker niet. Deze kaartjes zijn alleen wat kleiner, dus we moeten het op maat maken. Is dat heel vervelend? Nee, eigenlijk niet. Achterkant laat ik hier wel van blanco. En we kunnen ze praktisch in één keer gaan bekleden ermee. Is dat handig? I think so. Oké, ik
ga een strookje eraf halen. Hier van de onderkant zit nog een grijze rand aan. En de bovenkant kan ook nog iets van af. Nou, mag wel ietsje kleiner. Niet veel meer. Even kijken hoor. Haal ik hem van de onderkant nog een stukje. Moet natuurlijk wel aan de bovenkant ietsje ruimte hebben. Anders zit je meteen aan je tingeltongel. Aan de tokkelding. Oké. Die kantenrand vind ik wel leuk om die er geheel op te laten. En het is aan de linkerkant het er nog een klein. Andere linkerkant, dus de rechterkant nog een klein strookje. Dat dus. En dan gaan we afronden. En dan past die precies. Ja. Even kijken. Maar ja, ik zelf gebruik deze serie bladeren voor het maken van grote poëziealbums. Ja, dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien, ja. Dat waren trouwens hele mooie gedichten, verse poems, wat je erin had geschreven. En die poëzieboeken, want het zijn geen poëziealbumpjes meer, maar die boeken, leg je die in de instelling neer? Of geef je per pagina aan een cliënt of patiënt of wat is het van je? En die gedichten, die verzin jij ook zelf of komen die gewoon van internet? Waar heb ik dat gezien? Had je dat op de Creative for Scrapbook geplaatst? Of was dat van een andere groep? Nee, niet van Mixed Media, toch? Mixed Media, Mixed Soulmates. Even kijken hoor, mijn pagina verspringt, ja. Oké. Kijk, nou heb je dus weer plenty plek voor kaartjes, of kaartjes, blond, foto's, teksten. Hoe dik je hem maakt, hij moet nog steeds dicht kunnen. Nou, doe ik aan deze kant ook. Hij is breed genoeg, dus hij moet alleen nog wat eraf aan de boven- en aan de onderkant. Voor de afdelingen. Oké, dus echt zo'n heel boek voor een per afdeling. Nou, dan ben je voorlopig nog wel even bezig. Zo dan. Wel mooi hoor. Doe je dat al lang voor de instellingen of niet? En heb jij ook niet, als dat papier jou ligt, dus zoals in dit geval, ja. Ik heb het al eens eerder verteld, ik heb niks met ballet. Ik heb weinig met roze en met blauw. Ik ben meer van de vintage en de steampunk. En toch heb ik expres voor dit gekozen. Juist omdat het een beetje out of the box is, hè, wat mij voor mij doen. Maar dit papier, deze papierlijn, ik vind hem zo... Oh nee, nou is je echt leeg. Ik vind hem zo lekker werken. Ik wil niet dat hij op is. Nou, normaal heb ik dus van de Techie Clue er al 1,5 fles erheen. Nee, hij is echt op, jongens. Ik ga mijn dopje bewaren voor het geval ik een andere heb die wel lek is. Of weet ik eens, even zoeken. Even herrie maken, want het zit hier in mijn kist. Nou, dat doe je dan snel in een jaar tijd 40 stuks.
Die voor mij, nou, ik ga geen Alice doen. Het moet wel leuk blijven. Oké. Is deze open? Ik moet altijd even kijken. Ja, deze is open. Dus nee, maar... dan moet ik er even van wennen. Ik vind, dit werkt gewoon lekker. En het glijdt ook gewoon om die... Ja, dat klinkt ook wel weer raar. Om die handen vandaan. Het lijkt wel of het totaal geen moeite kost. Slaat helemaal nergens op natuurlijk. Nee, ik heb er absoluut niks met roze en ballet. Maar ik vind Alice is ook roze met blauw trouwens. Maar ik ben gek op Disney. Maar ik vind Alice toch zo stom. Ik heb die film ooit één keer gezien. Ik heb hem, omdat hij bij de collectie hoort. Ik werkte toen die tijd bij Blokken. Piep. En dat is gewoon heel makkelijk. Die filmen kwamen uit. En de dag van tevoren kregen wij ze binnen. En dan had ik ze dus al in mijn kluis liggen. Dus ja, en je nam ze allemaal, ook omdat je ze uiteraard goedkoper kreeg, hè, want je had je personeelskorting. Dus dat. Nou, we zijn er al bijna. Oh, hij was echt wel mega dik gewoon, hè. Kijk eens even. Ik ben echt zo aan het denken van wat moet ik doen. Ik denk dat mijn spijn... Wat is het? Oh, is Kiro. Ik denk dat mijn binding, jongens, van 1 inch gaat worden. Ik hou normaal altijd een halve inch tussenruimte, maar als dit al een halve inch is... En er komt hier nog een pagina tegenaan. Gaan we dat niet redden. Dat houdt wel in dat ik een 1, 2, 3, 4. Een rug ga hebben van 5 inch. Dit is echt wel een mega dik boek wat het gaat worden. Maar dat geeft niet. Oh, zo, de stampenstuin en stampen. Even kijken. Prachtige dagbesteding voor jezelf. Een bezit van deze mensen. Ja, absoluut ben ik met je eens, Theresia. Nou, weet je eigenlijk, Laura, ik heb niks met roze. Als ik nou zeg dat ik mijn huiskamer, hè? Kijk, nee, hij ligt hier niet bovenop, zwart met fuchsia roze heb gehad. En dan was het echt dat, nou, feller dan dit, dat zuurstokkenroze waarvoor je dus echt je een zonnebril nodig had. En dan had ik mijn deuren dus zwart en mijn ramen en de kozijnen en de deurposten dus knalroze. Zo te gek. Iedereen die het zag, die had zoiets. Oh my god. Wat ben jij aan het doen? Of die het horen. En toen ze eenmaal binnen waren, was het, oh, zo gaaf. Dan had ik een witte meubel zien. Echt. Nou, het kantwerk zit vast. Sekiro wordt boos op Daisy. Daisy loopt voorbij. Ja, dan moet je heel hard gaan naar mama. Gewoon. Ja, dat was echt heel heftig, maar echt rete gaaf. Ik ga deze even netjes wegknippen, want hij hangt over. Leuk, laat gewoon in mijn album vallen. Het springt alle kanten op. Oh, hier zit hij dus niet vast. Zo. Hier zit hij. Nou. Oké. Ik ga. Of je het nou wel vast zit of niet vast zit. Waar ben je? Nou, hij zit dus nu wel vast. Oké. Deze moet bekleed worden. En dan komt deze. Waar ben je nou? Kom hier. Er overheen. Hij wil kusjes geven. Ah, god. Ja, nou.
Kiro zit John te plagen. En nou krijgt Kiro dus de koptelefoon op. En dat vindt hij toch niet zo leuk. Resident Evil? Nee. Mag ik wel zeggen, beestnachtmerries. Hij wil gewoon aandacht. Dus ja, als Daisy voorbij komt en die knuffelt niet. Ja, nou dan moeten we ook even heel hard naar schreeuwen. Oké. Nou, wat gingen wij nou doen? We gingen even kijken. Oh, ik heb nog 4 minuten. Ik ga deze nog beplakken en dan die erop zetten en dan is het slush. Oh, en dan zijn we echt heel ver. Dus ik moet eerst even een roze vel hebben. Zo. Normaal gesproken doe je dus in een pocket, doe je hem niet helemaal. Maar ja, als je een transparante pocket gaat maken, is dat wel heel handig hoor, om te doen. Ik ga die pocket nu ook niet vullen. Acetate heeft toch altijd wel eventjes tijd nodig, zodat hij goed kan hechten. Nou, dat. Vangen. Nou, welke gaan we zetten? Een normale, een klein vel. Ik had toch ergens mijn kleine vellen hier. Hallo? Niemand de deur uit? Ook niet. Oelala, ik heb deze ook nog. Oh nee, dat past niet. Bummer. Even kijken, dit zijn... Oh, deze is wel leuk. Herkennen jullie ze nog met de tijltjes? Was het gelukt trouwens? Wie heeft het gedaan? Met die tijls. Ik was weer typisch weer te laat met op de groep zetten. John zei nog, van, heb je nog geüpload? Ja. Dat had ik ook, want die stond automatisch. Vergeet ik hem alleen nog alsnog door te sturen naar de groep. Cool blond. Maar ik ben benieuwd. Wie van jullie heeft het geprobeerd? En wie van jullie... Ja, hoe is dat gegaan? Niet allemaal tegelijk. Ik ga deze vlek even iets donkerder maken. Kan ook, hè? Als je nou van die dampvlekje of watervlekjes hebt. Als je... Ja, ik weet niet hoe dat komt. Als je dan even je... de plat overheen haalt, hij trekt hem erop, eruit. Stom, hè? Vind ik zo leuk. Ook zo'n klein dingetje van dit papier, toen je denkt van ja. Je kan er zo lekker mee spelen. Er wordt heel boos naar mij gekeken. Vanaf een witte viervoeter. Die denkt, ik mag helemaal niet bij jou zitten. Mag die wel op de grond? Nog niet. Heb gisteren je kleinkinderen gehad. Vandaag moest je werken. Oh ja, nee, dat werkt niet. Helemaal niet als kleine kindjes erbij hebt. Dan ten eerste willen die gewoon aandacht. Maar ze zitten ook altijd overal lang. Hè? Het is toch altijd leuk wat mama of wat oma doet. Dan moeten ze dat wel leren, maar ja, oké. Je kan het niet altijd voor zijn. En zeker, kijk, heb je nou gewoon lijm, dan maakt het niet uit. Maar met die klosje S's is het toch niet zo heel bevorderlijk als dat
aan kindervingertjes komt. Hetzelfde geldt ook voor wax. Hé, hey, luchtbel. Zo, meteen mijn fles half leeg. Zie je het? Dat is jammer. Dan moet ik weer kruipen. Nou, gebruik je dit veel. Let even goed op dat je de tekst naar boven zet. Dream, dance, danseresje. Ik ben zo'n type die plakt ook rustig op zijn kop. Het zal niet de eerste keer zijn dat er bij mij wat op zijn kop geplakt wordt. Ik kan het er weer af zitten peuteren. Oké. Dan hebben wij... Wat is hier nou? Oh, hier. Deze. En die moet hierop. Ik vind hem echt super spang. Ik ga hem aan de zijkantjes en aan de onderkant alleen even doen met... Glossy Essence. En waarom? Ja, dat is toch wel zo super sterk. Geen dikke laag. Heb helemaal genut. Neemt alleen maar ruimte in. Gewoon even een randje. Ik maak eigenlijk altijd een beetje schetsbewegingen om hem meteen te kunnen verdelen. Goed plakken. Probeer niet te veel te schuiven. Aandrukken. Kijk, je ziet het nou wel, hè? Je ziet het gewoon. Nou, praktisch niet. Ik druk hem even aan. Kiro is op het kloten. Zo. Hij zit nu vast. Ik laat hem heel even drogen of zo. Voordat ik hem mijn boekje dicht doe. Dan is het 9:03. En dan ga ik het hierbij laten. Ik ga dit lekker laten drogen. En dan zien we zondag, eerste Pinksterdag, om 19:30 ongeveer, hoe het is geworden. Dank jullie wel voor het kijken. Mochten jullie dus meedoen aan de giveaway, morgen rond 12:00, prik me niet op de laatste minuten. Maar rond 12:00 gaat die live via YouTube. Is voor het eerst ook het via YouTube live gaan. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. En anders, ja, anders zie ik jullie van de week weer. Dames, dank jullie wel voor het kijken. Hele fijne avond. Geniet bij het Eurovisie Songfestival. Doei doei.